guys. Hebben we het gered of wat? Ja, zelfs deze. Niet geslapen. Nog steeds zin in. Noor was zo slim. Die had dus elk uur, en dat is echt voor iedereen die met een kind reist, een klein cadeautje. Niet te gek, weet je wel. Gewoon kleine dingetjes die dat kindje dan heel eventjes bezighouden. Het is echt the world's greatest mom right there. Ja, dus het ging eigenlijk heel chill. Maak je toch altijd een beetje zorgen om, toch? In het begin dan denk je van, oké, hoe gaat het met deze? Hoe gaat het met jouw rol? Ja, alleen halverwege zijn ze wel buiten spelen. En toen dacht ik, nou dat... ja, buiten spelen. Gaan we even niet doen. Anyway, we zijn in Miami. Hebben we er zin in? Oké. Doei, guys. Mooie olie in. Ja, ook een bijstem. Baby weer wakker. De baby was aan het slapen, hè? Zijn we er? Zeker weten. Oli, zijn we er? Hey guys, we zijn net aangekomen in Jamaica. En we zitten in de bus met Pieps. En Sander en Oli zitten daar, maar Oli slaapt. En we zijn nu onderweg naar ons hotel. Ik ben alleen mijn vlogcamera kwijt, dus ik vlog even met mijn telefoon, want ik vond het te zonde om die te vloggen. Ja, ik ben heel benieuwd. We hebben zometeen het rehearsal dinner. Dat is in Amerika een traditie. Als je trouwt, dan heb je op vrijdag het rehearsal dinner en dan zaterdag is de bruiloft. Dus dat is morgen. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook echt benieuwd naar de bruiloft. Echt niet normaal. Dus let's see. Let's see. Het is hier echt heel mooi. Het is echt super mooi hier. Ja. Wat we tot nu toe gezien hebben. We hebben wel echt gaar. Ja, maar goed, koffietje. Of koffie erin. Ja toch. Anywho. Ik zie jullie zo. Wat hebben jullie net gehad? Bloemen. Oh echt? Waarschijnlijk naar Nederland. Best fris hier. Vind je? Ja. Ik denk dat de mensen die thuis zometeen in min 9 die dan kijken zijn. Ja, waarschijnlijk een beetje boos hebben zijn. Zal ik alvast gaan inchecken binnen? Olivia, had je lekker geslapen? Wat? Hallo. Ben je er vast gezien? We hebben ons nou omgekleed in het hotel. Olivia is klaar voor het diner. Let's go! En ik voel me wel een beetje, hoe noem je dat, gaar, vies van al het vliegen. Ik heb mijn haar niet gedaan en zo, maar we zijn al te laat en het is wel heel lekker weer buiten. Super lekker weer buiten. We gaan snel die kant op. Dus we moeten de electric slide leren voor de wedding. Dus deze meneer, onze chauffeur, die heeft nu de electric slide opgezet voor ons om even snel, ja toch, snel kussentje toch? Ja. Want morgen moeten we allemaal dansen, Oli ook. En natuurlijk Bibi. Oli is een hele goede danser dus. Hoe gaat het, kids? Oh, zijn er. Heb je er zin in? Ja, ik heb echt super honger. Ja. Ik hoop niet. Ja. Birds and mankind, save me so deeply. One love, what about the one I want? What about the days to be under? We all around. Yeah, the dream is dying. Bizarre, I did. Toch niet normaal. Zo toch? We zijn dus nu op... One love.
which is their method. That's their method. They drive the pack apart. Precies. Ga je lekker dansen? Heb je die van ons zo gezien? Zo kijken. Hey schat, is het leuk? Ja. Ik denk niet dat ze ons horen. Dat is zo luid is hier achter. Een soort van party. Kijk. Wie is daar? Olivia. Olivia! Ja! That's you! Yay! Volgens mij gaan we zo naar huis, toch? Naar het hotel. Ja, maar dit is ons nieuwe huis voor een paar dagen. Dan gaan we lekker slapen. Doei. Morgen is de echte wedding. Dit was de rehearsal wedding. Ja. Kijk eens dat, hè, die Amerikanen. Rehearsal dinner. Ja. Vond het wel gezellig. Doei. Hij is terug in het hotel en ik lig echt in het felste TL-licht ooit. Niet trekken aan haar. Het is zo fel licht hier. En Ollie slaapt in de kamer daar. En wij gaan nu ook zo slapen. Dus morgen is de big day. Wedding day. Dus ik zie jullie morgen. Good morning. Het is 8:15. En we zijn vanaf 4:30 wakker. Zoiets. Maar dat was super leuk. Want we gingen naar de zonsopgang kijken. En we hebben foto's gemaakt. En nu zitten we lekker even in bed. Bibi is aan het douchen. Ollie is aan het spelen hier op de grond. En vandaag is de big wedding day. Are you excited? Yes. Very exciting. Dus ik ga zo naar de kapper hier in het resort. Want ik heb dit kapsel. En ik heb bijna ook geen make-up bij me. Maar ik denk dat ik gewoon... Ik denk niet echt dat ik me heel erg ga opmaken. Ik vind dat niet zo leuk. Ik moet even vertellen hoe wij gisteren hier gekomen zijn. Hebben we gefilmd? Nee, maar wij hebben gisteren echt oprecht. Ik denk dat ik in mijn leven, niet dat ik er heel trots op ben. Maar als ik één ding wel heel veel gedaan heb, is vliegen. Maar gisteren met een gezin om 10:15 aankomen op een vliegveld waar je om 11:20 een vlucht hebt. En dan met al je bagage door de security heen in Amerika uiteindelijk die vlucht redden. Vind ik wel echt een van de highlights van, zeg maar, wat zo langzamerhand een Olympische sport zou moeten worden. Zeg maar, vluchten halen met grote hoeveelheden kinderen en aanhangen en noem het maar op. Want dit was echt eentje voor de boeken. Dat was echt letterlijk zitten, deur dicht, omhoog. En 2 minuten later omhoog. Oké, sorry, ik zit er. Maar het is absoluut waar. Ja, je was erbij. Ik was erbij. We made it here. Is het cool of niet? Het is even later en we hebben ons omgekleed. En we gaan naar de bruiloft. Iedereen heeft wit aan. Die heeft een witte jurk aan. Sander heeft een wit pak aan. Ollie heeft haar witte jurkje aan. En ik heb een witte jurk aan. Wil jij haar erin zetten, San? Witte tas, wit haar. Dit is alles wit.
Zo chagrijnig, we hebben er net wakker gemaakt. Ik hoop wel dat het een beetje hoort. Ja, ze is zo vast wel weer vrolijk als ze er neven ja, ziet. Ja, kom eens wel. En Bibi's haar is mooi gekruld. En Sander heeft ook een mooi wit pak aan. En de dresscode die was dus wit. Hoi. Dus vandaar, straks dat jullie denken, van waarom gaan zij in het wit naar een bruiloft, dat mag toch niet? Dat was dus de dresscode. Hebben jullie er zin in? Yes, absolutely. Thank you. I put the wash on. Ja, ik heb ook weer echt over zin in. Ik heb alleen zo'n honger. Your first international wedding. Your first international wedding. Oh, such an emotional moment for you. Baby's eerste internationale bruiloft. Ik kan me nog zo goed herinneren. 200 bruiloften geleden dat ik naar mijn eerste internationale bruiloft ging. Dat is echt. Dat is echt bijzonder. Oké. Okay. Volgens mij zijn we aangekomen op de destination. Thank you. Het is echt heel vet. Thank you. Yeah, you're welcome. So I will call you again. Yeah. Hello. Welcome. Yes. Welcome. Oh, I'm waiting to put it on your dress. On your dress. Wow. So pretty. Wow. Oh, oh my. Wat mooi. Wow, Olivia. Oh. Oh, ze blijft staan ook. Oh. Oh nee. Dit is zo lief. Wow. Dit is wel goed zo. Kijk dan. Wauw, papa! Mijn moeder heeft er wat mee. Hier is het diner. Dat is mooi, zeg. En. Daar komt de trein! Dit is echt. Best day ever. Misschien is mijn bruiloft, maar echt de best day ever. Hier, Olivia! Hey girls, wat vonden we ervan? Olivia, wat vond je ervan? Het is mooi hè? Dit mensen, man en vrouw. Interessant hè? Vond je het gaaf, Bibi? Ja. What's up, losers? Oké, we zitten in de Uber. Zullen we nog naar een local party gaan? Van de wedding, het was super leuk. Ik hoop dat jullie de vlogbeelden leuk vonden. Ik ben zo boe. We hebben wel veel gevlogd, dus het was wel heel leuk. En ik ga ook de vlog afsluiten. Dus de volgende vlog gaat verder in Jamaica. Heel erg bedankt voor het kijken. En als je niet gesubscribed bent, doe het hieronder. En dan zie ik jullie.